Sofia Moussiki is niet echt geworden wat je van de Marathon Valencia had verwacht. Maar je hebt wel veel geleerd van haar. Ja, absoluut. Ik had er natuurlijk veel meer van verwacht. Maar ja, er zijn een paar dingen gebeurd in de wedstrijd die je eigenlijk niet echt kunt controleren. Zoals bijvoorbeeld de eerste drie drankposten op 5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer. Stond mijn fles gewoon niet op zijn plaats. Ik weet niet of dat een van de atleten van de eerste groep mijn fles heeft meegenomen. Of de organisatie is gewoon vergeten om mijn fles daar op de juiste plaats te leggen. En in het begin, ja, de eerste 5 kilometer, vond ik het nog niet zo erg. Dan dacht ik van oké, ja, dat is geen probleem. Maar de 10e kilometer zat daar toch wel een gelletje bij. En die was toch wel heel belangrijk voor mij. Want dat zijn reserves die je opbouwt voor na 30 kilometer. En dat is heel cruciaal om toch de eerste 15 kilometer heel goed te drinken. En dat is wat je eigenlijk de marathon echt goed gaat laten kunnen finishen. En het is er niet van gekomen. En bij 15 kilometer vond ik hem ook weer niet. En ja, toen werd ik heel kwaad. Toen begon ik ook, toen begonnen de frustraties op te lopen. En begon zelfs te roepen tegen de mensen die aan de drinkposten stonden, waar dan mijn fles stond. Ja, dat was echt heel bizar. En dan, ja, de tweede was ook de hazen. De hazen gingen soms te snel, veel te snel. De hazen moesten 3 rond per kilometer gaan, wat eigenlijk een tijd zou moeten zijn tussen 2,6 en 2,7. Maar ze liepen soms kilometers van 2,53. 2,53, dan loop je voor 2,2, 2,3 op de marathon. Dat is veel te snel, vooral voor een debuutmarathon. Soms liepen ze 2,56. Dat kon ik nog door de vingers zien, maar niet te lang. Dat mocht ook niet te lang gaan. Maar ja, er waren heel veel kilometers van 2,56 tussen. En dan met wind tegen gingen ze dan weer 3,5, 3,6. Ja, het was een heel bizarre wedstrijd. En het is spijtig. Het is niet het resultaat dat ik wilde. Je hebt zelf ook gesproken dat je tijdens de voorbereiding bijzonder sterk was. Je hebt zelfs trainingen gedaan dat je bijna Olympisch ticket zou kunnen bezorgen als je dat in een wedstrijd zou doen. Ja. Weet je dan ook van, ik heb het potentieel om wel naar die Spelen te gaan en daar ook dingen te bewijzen wat vandaag niet gelukt is door omstandigheden? Die hazen drinken, maar ook voor de wind die je part speelt? Ja, absoluut. Ik heb een training gedaan op hoogte. Ik heb 40 kilometer in 2,05 gedaan. En als je dan nog 2 kilometer doortrekt, 2,2 kilometer doortrekt, dan kom je exact op de Olympische limiet. Ik wilde graag die dag zelfs tot 42 finishen, maar ik mocht van mijn coach niet. Maar ja, door Olympische limiet lopen op hoogte met een week van 230 kilometer in de benen, ja, dan weet je dat niet de vraag is of je de Olympische limiet zal lopen, ja of nee. Het is gewoon de vraag van hoe ver onder ga ik er lopen. En dat was ook waarom dat ik vandaag ook met de tweede groep ben meegegaan. Omdat ik gewoon wist dat ik een tijd moet kunnen lopen tussen 2,6 en 2,7. En ja, dat is, ik zeg het, de potentieel is er absoluut niet. Maar ja, vandaag was het gewoon brute pech. En dat is wel heel spijtig. Voor de buitenwereld gaat het lijken alsof je veel te snel gestart bent, maar gezien die ambities die je koesterde was dat absoluut niet het geval, want je zag ook half vijf dat je ook heel comfortabel liep en zelfs je concurrenten die gaven het tijdens de wedstrijd nog toe. Ja, absoluut. Ik liep super, super comfortabel tot half weg. En dan, ik zeg het, het was gewoon een kwestie van de tank die was leeggelopen. De koolhydraten die ik in het begin moest innemen, die heb ik niet kunnen innemen. En bij 30 kilometer begon de tank gewoon leeg te lopen. Ik voelde ook minder en minder energie. Ademhaling was nog super, maar gewoon ja, minder en minder energie. En dan loopt je automatisch trager. De benen worden zwaarder en al. Dus ja, dat was eigenlijk het grote probleem. Hè. En ik had het ook eerder meegegeven. Dat hetgene waar ik het meeste verschrik had, was de drankposten. En ik wist, als de drankposten perfect zouden gaan, dan ging ik vandaag gewoon de perfecte wedstrijd lopen. Je herinnert quasi alles nog van die marathon, maar rond kilometer, ja, net voor kilometer 41 is het licht letterlijk en figuurlijk uitgegaan. Inderdaad, dus bij 40,7 kilometer. Ik weet niet wat er toen was gebeurd, maar ik viel ineens op de grond. En ik herinner me eigenlijk niks meer van dat moment. Het enige wat ik me nog een beetje herinner was in de ambulance toen de
de verpleger, of ik weet niet wie dat was, die begon zo'n beetje op mijn wangen te klappen om mij wakker te maken. En ik kreeg dan ook een bakster mee om terug weer normaal te worden. En ja, en dan eenmaal in het ziekenhuis hebben ze dan de nodige verzorging gegeven. Het is opvallend, je zou verwachten iemand die zo'n desastreuze marathon of bijna een drama meemaakt. Dat iemand zit die gefrustreerd is, die boos is, die precies afzoek is. Maar ik zie iemand voor me die bijzonder veel moed heeft en die de moed in de schoenen niet laat zakken. Ja, absoluut. Ik ben ook iemand die heel positief is in het leven. Ik weet, elke negatieve situatie die je meemaakt in je leven, het is aan jezelf om daar ofwel een heel negatieve situatie van te maken, ofwel maak je daar een heel positieve situatie van. En je leert daar ook veel van, je kunt daar heel veel uit leren. Ik denk dat je meer uit je negatieve situatie kunt leren dan uit je positieve. En vandaag heb ik gewoon superveel veel geleerd uit deze marathon. En ik zeg het, het is niet een kwestie van of ik een heel goede marathon ga lopen. Het is meer een kwestie van tijd, wanneer ik een goede marathon ga lopen. Het is daarom dat ik heel positief ben. En ik zeg het, de tempo's die ik vandaag heb gelopen met de tweede groep, bewijs gewoon dat ik in absolute goede vorm ben. En dat ik gewoon kan meestrijden met de beste Belgen. Daar ben ik er absoluut zeker van. Je staat nu ongetwijfeld een korte rustperiode in de planning om volledig te recupereren van een moeilijke dag te gaan. Kan je daarna meteen opnieuw een marathon of ga je natuurlijk een beetje kijken wat de kalender toelaat en wanneer de omstandigheden het beste zijn? Ja, ik ga nu momenteel eerst alles nog een beetje laten bezinken. En dan ook vooral heel goed recupereren, want het was toch een serieuze marathon. Ook mijn lichaam heeft een serieuze slag gekregen nu. Dus ik denk dat toch een paar weken... dat ik toch een paar weken nodig heb om hiervan te recupereren. Maar eenmaal dat is gebeurd, ga ik weer plannen maken om te zien welke mogelijkheden zich nog kunnen aanbieden voor 2021. En als er geen marathon is, dan gaan we gewoon de 10.000 in Tokio doen. Dan hebben we gewoon geen keuze om de 10.000 te doen. Maar ik zou liefst gewoon de marathon willen doen. Want dat is een afstand dat ik gewoon het leukste vind. Veel mensen gaan denken, ah ja, maar wat er vandaag is gebeurd, dat kan toch niet leuk zijn, maar ik heb er eigenlijk gewoon echt van genoten. Er waren frustrerende momenten en et cetera, maar ja, lopen door de straten van Valencia, door zo'n prachtige stad, met toch wat redelijk wat mensen langs de kant en al. Ja, de marathon is gewoon een ongelooflijke ervaring. En ik ben ervan overtuigd dat er nog mooie dingen gaan komen op de marathon. Onthouden vooral de positieve dingen. Ja, absoluut. Ja, dat is graag gedaan. Ja, dankjewel.